Interessante gesprekken met interessante mensen. Daarvoor zorgt het team van In Gesprek Met voor. Volg de uitzending elke woensdag om 5 uur 's middags via ATV kanaal 12.1. De herhaling elke woensdagavond via ATV kanaal 12.2. In Gesprek Met, een ATV-productie. Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering praten we met Journey Doedel. Zij is een achternichtje van Louis Doedel. In de afgelopen periode hebben we heel vaak zaken over Louis Doedel in het nieuws gehoord. Eerst hebben we gemerkt dat het medisch dossier van Louis Doedel is opgedoken. En recentelijk is er ook een zaal van in Nederland naar hem genoemd. En deze zaal is van VNV. Daarnaast heeft de familie ook een stichting opgericht om te werken aan de bekendheid van Louis Doedel. Daarover gaat Journey Doedel ons meer vertellen. Journey, kun je ons vertellen wie Louis Doedel is geweest? Nou, Louis Doedel is een van de grondleggers van de vakbeweging in Suriname als het gaat om de beginselen. Louis Doedel was een strijder voor gerechtigheid en belangenbehartiging van de werkende klasse en de sociaal zwakkeren. Louis Doedel was journalist. Je kan hem onder zoveel categorieën plaatsen, maar in één woord gezegd, als hoe wij hem kennen, een held van de Surinaamse bevolking. Louis Doedel was in de jaren 30 heel actief bezig. Het ging, als we nog een beetje de economische situatie, de geschiedenis van ons land kennen, ging het niet zo goed. Louis Doedel was als persoon iemand die hield van om veel te schrijven, was ondernemend. Hij was journalist. En hij was verbonden aan de vakbeweging toen al, kan je zeggen, vanuit Nederland dat op gang kwam. Hij was een strijder, sowieso, onder de Surinaamse bevolking, als ik het zo prijs mag geven. Ja, en je bent achternichtje van hem, dus we willen wel weten, heb je hem persoonlijk gekend? Nee, helaas niet. Louis Doedel, mijn opa, en Louis Doedel waren twee neven. Mm-hmm. Ik ben gelukkig meer geconfronteerd geraakt met Louis Doedel toen ik op de lagere school zat. En wij geschiedenis kregen en er werd over Louis Doedel verteld. Het jammerlijke ervan is wel geweest dat ik wel een nare ervaring heb gehad. En dan ga ik het gooien gewoon aan de kinderen kunnen lastig zijn. Waarbij er werd verteld over Louis Doedel. Maar dat hij gek was en dat hij daarom was opgesloten. Dus ik werd toen lastig gevallen hè, van je komt uit een gekke familie, je bent gek. En als je ook niet uitkeek, was je ook opgesloten. Dus mijn opa, dat was Jacques Doedel, die kwam mee, bracht me naar school, kwam me halen. Dus je gaat natuurlijk je beklag indienen bij je opa, hè? Je is je wat lastig gevallen. En toen begon mijn opa te vertellen, nee, Louis Doedel was een held, hij was een strijder. Hij kwam juist op voor sociaal zwakkeren. Hij was de man van het eerste uur. Ik kreeg boeken, namelijk ook van mijn vader. Ik was nieuwsgierig ook. Ik begon te ontdekken, je had het eerste boek van Emile Wijntuin. En daar zegt het boek, zegt het ook, Matelaar van de Surinaamse beweging. Je had toen een boek van Ben Scholtens over de eerste vakbondstreden van het eerste uur. En recentelijk, wat leuk is geweest, is mijn nicht, Nina Jurna, waarop we trots zijn. We zijn namelijk beide achternichten van Louis Doedel, omdat onze opa's, waren twee broers, neven waren van Louis Doedel. En zo kwam voor mij het verhaal over Louis Doedel, wie Louis Doedel precies was. De geschiedenis dankzij de boeken en meer nog dankzij de documentaire die mijn nicht samen met de heer Frank Sichem heeft gemaakt in 1999. Dat het verhaal eigenlijk ook weer vertelt van Louis Doedel. We horen een heleboel zaken, een mens zegt hij was gek. En dat hij daarom in het Slaans psychiatrisch inrichting was opgesloten. Maar de familie zal beter weten. Dus wat is jullie verhaal daarover? Nou, wat ik als familie kan zeggen van Louis Doedel is de trauma. Het is jammer. Er is de Henk Herrenberg was namelijk een van de
personen waarvoor we dank, ik mijn persoonlijke dank aan geef, die op zoek is gegaan naar Louis Doudelet en zo in contact is gekomen met de familie. Om later te hebben vernomen dat, moet nagaan, Doudelet kwam was ver voor zijn tijd, hè, kwam hij al op. En men duldde geen tegenspraak als de regering de koloniale tijd, als men een beleid uitstippelde die niet daaraan te houden. En hij was ondernemend. Hij wilde juist meehelpen om het beleid in mijn ogen te versoepelen voor de Surinaamse bevolking toen. Dus recentelijk is weer een medisch dossier daarvoor opgedoken, waar men ook jarenlang voor zocht. En het spreekt. Het spreekt mij persoonlijk, maar het spreekt ook de familie. Want net wat ik aangeef, men kan zich niet voorstellen, op latere leeftijd word je geconfronteerd. Waarom heeft de familie niets gedaan voor Louis Doudelet? Maar de familie was getraumatiseerd. Je weet, de naam Doudelet, dat deed men, hè. Men, dat was hun manier om mensen mond dicht te maken, door ze op te sluiten. Het is een trend dat niet alleen in Suriname is geweest, maar ook voor het geheel Caribisch gebied. Het jammerlijke ervan is dat het met een van onze Surinaamse burgers is geweest, in deze mijn oom, Louis Doudelet. Maar de familie is nu meer dan vereerd. Er zijn stappen geweest, kleine stappen, maar we gaan voor die grotere stappen. Met het feit dat het dossier boven water is gekomen, kijken we naar veel meer uit. En hopen we dat de vragen die we hebben door het onderzoek van het dossier, een commissie dat is beloofd geworden door het minister van Volksgezondheid, in deze meneer Amir Ramdin, dat onze vragen zouden kunnen worden beantwoord. U bedoelt Amar Ramdin, de minister van Volksgezondheid? Ja. Ja. Ik kom in de war met die van buitenlands aan verantwoordiging. Ja. Oké, maar het dossier is al een hele poos opgedoken. Officieel, 18 februari, waarbij mijn nicht Nina Jona getuige van was, is het dossier toen door de heer Jatinang Singh overgedragen aan de minister van Volksgezondheid, waarbij hij heeft aangegeven dat hij een commissie gaat samenstellen. Tot heden, vandaag, geen commissie. Wat we erg vinden, heel erg. Er is veel eromheen gebeurd, maar het algemeen belang moet bekeken worden. Ik blijf het zeggen in mijn betoog. Het is niet alleen een familieaangelegenheid. Het is een voor de totale Surinaamse gemeenschap. Vooral de vakbeweging, de burgerij van Suriname van belang. Dat de commissie wordt samengesteld. Met natuurlijk de deskundigen. Wij zijn niet deskundig. Maar we willen wel als observer erbij zitten. Of vertegenwoordigd worden. Maar voor ons is echt de vrees dat hij weer het dossier weer kwijtgeraakt wordt. Hoewel de minister heeft aangegeven dat hij veilig is, rijst ons toch de vraag waarom de commissie nog niet van stand kan komen. Ja, want het is sinds februari opgedoken en er is nog geen commissie ingesteld. Heeft de familie geprobeerd om in contact te treden met de minister daarover? Ja, we hebben 3 maanden nadat de minister zijn woord heeft gegeven, in deze aan mijn nicht Nina Jona. Natuurlijk wordt dat onderling verdeeld. En begrepen, de familie is vol enthousiast en kijkt er naar uit. Is er tot heden, we hebben toen op 12 april weer een brief gericht naar de minister en gevraagd. Meer nog omdat we moeten nagaan. Mijn oom was vakbondstrijder die 43 jaar is opgesloten geweest. Onterecht, waarbij je in de geschiedenisboeken van wat men tot nu toe ontdekt, of archiefboeken, dat hij ter observatie was opgenomen. Maar 43 jaar lang vast zat, tot zijn dood. En dat zegt veel, zegt heel veel, waarvan het dossier heel belangrijk is en je hebt ook vooraanstaande mensen in de Surinaamse samenleving die dat ook vinden. Dus het is echt van eminent belang. We hebben een brief gericht, geen reactie van de minister. Recentelijk hebben we weer contact met de minister gemaakt, heeft weer beloofd, maar tot nu toe niets. Wat groter is geworden is de erkenning die we nu juist nu vanuit de Nederlandse vakbeweging hebben gehad, waarbij nu een zaal naar Louis Doudelet is vernoemd, waarbij weer de strijd wordt aangegaan voor de commissie vanuit de Surinaamse regering. Dat is beloofd. Oké. We zien dat de Nederlanders al proberen om die erkenning op gang te brengen. En in Suriname hebben we bijvoorbeeld een borstbeeld van Louis Doudelet op het terrein van Sivas. Op Paramaribo, Noord-Geersleidje. Dus die erkenning is toen al begonnen. Maar wat vinden jullie nu?
heeft men het geplaatst in een doofpot of moet het verder op gang gebracht worden? Nou, ik kan de Surinaamse, of tenminste, ik kan zeggen dat dit niet in een doofpot voor ons gaat. Mm-hmm. De generatie waarin ik leef, gaan we er zeker voor strijden. Vandaar ook het doel van onze stichting Louis Doedel, die namelijk in Nederland is opgericht. Waarvan we de drie doelen, dat is namelijk onderwijs, waarheidsvinding en eerherstel voor Louis Doedel, gaan nastreven. Of we gaan er sowieso voor streven. En wanneer is die stichting opgericht? 23 juli 2021. Okay. Ik heb ook gehoord of vernomen van u dat die stichting in meerdere landen opereert. Nou, hij is opgericht in Nederland. Mm-hmm. Het heeft een internationale karakter vanwege de familie die internationaal vertegenwoordigd is. Zo praten over in Doedel is ook, Louis Doedel is ook in Curaçao. Daar is er een hele standbeeld van hem. En hij heeft ook daar een beetje geschiedenis geschreven. Mm-hmm. En ook wat toen gedaan, een opkomende voor de recht van de mens. Hij is in Nederland zwaar vertegenwoordigd. Vandaar misschien ook de stichting mm-hmm. van daaruit is gekomen. En Brazilië. En natuurlijk als achternichtje die hier in Suriname woont, Journey Doedel, daar is hij sowieso vertegenwoordigd. Mm-hmm. Maar ik denk dat het meer een karakterstelling moet zijn vanuit ons uit, dat die vertegenwoordiger sowieso moet zijn. Ik heb ook meerdere familie hier die verbonden zijn met Louis Doedel. En in het bestuur, je hebt vier landen genoemd. Zijn er vertegenwoordigers van al die vier landen in het bestuur van die stichting? Ja. Het heeft, net wat ik eerder zei, ik ga het houden op, het heeft een internationale karakter. Mm-hmm. Dus sowieso elke nabestaande, iedereen dat een link heeft met onze oom Louis Doedel, is vertegenwoordigd. En je moet nagaan, het feit dat wij niets doen hadden gehoord, of tenminste ik heb het wel, maar toen de familie die generaties ervoor was getraumatiseerd. Hè. Ik hoop dat de Surinaamse samenleving daarvoor begrip kan oprekken. Wat is het als je 43 jaar, een familielid van je, toch 43 jaar in leven opgesloten zat, weg van de familie, weg van elke vorm van warmte. Ik bedoel, hij was een man die geweldig kan schrijven. Er zijn documentaties waar je kan zien hoe ondernemend hij was. En nog erbij, echt voor de Surinaamse gemeenschap. Hè? Mm-hmm. Ik zou kunnen zeggen, ik had het niet kunnen laten. Ik ben alleen hier als familielid en vertegenwoordiger. Maar ik draag bij, vooral als naam dragen. Want wat ik ook de kennis moet geven, die naam Doedel werd gestigmatiseerd. Hè? Ik moet nagaan van mijn ooms en mijn tante, wat ik weet. Toen er ooms en mijn tante in de jaren 40, 50 werden geboren, wilden ze geen Doedel heten. Of waren ze, ze heette Doedel, maar omdat ze geassocieerd werden met Louis Doedel. Mm-hmm. Dat was erg. Ik kan er ook van meepraten, omdat men het negatieve alleen bekeek. Maar ja, we moeten beter willen. En daarom is het van eminent belang toch, dat het dossier nu eindelijk boven water is. En we naar die commissie uitkijken. Maar die erkenning is er wel geweest, ook toch onder de Surinaamse. En dan praat ik over de heer Emiel Wijntuin, mm-hmm. die een boek heeft geschreven. De heer Ben Scholtens, recentelijk ook meneer Mark Doenbaks. Het zijn allemaal Surinaamse roots. De Henk Herreberg, die heeft een geweldige, die was een... Hij is gewoon degene die waarvoor je dankbaar bent. Hij is echt op zoek geweest naar Louis Doedel. Hè? En zo heeft hij de familie ook bij elkaar kunnen brengen. Zo zijn we meer te weten gekomen uit die tijd. Oké. En u heeft gesproken over de situatie in die periode en toen u klein was. U geplaagd werd op school. Heeft u dat misschien ervaren toen u volwassener werd? Nog steeds. Je moet nagaan, jaren nog steeds. Je moet voorzichtig zijn. Van mijn tantes vooral kreeg ik het horen. Regeer niet, weet hoe je gedraagt, je weet het. Je moet constant, heb je het gevecht dat je rekening moet houden met hoe je emoties moet uiten. Omdat binnen de familie je gelinkt wordt met je oom dat niet eens gek was. Hè? Dat is het ergste. En dan zei hij, ik weet alles hè, als ik hoor hoeveel kinderen worden gepest. Onder welke omstandigheden. En dit is een onterechte pesterij, zou je zeggen. Hè? Want je oma is een held. Ze held in de Surinaamse geschiedenis dat nu wel men hoort te weten over Louis Doedel precies wie of wat. En denkt u dat de jeugd van tegenwoordig genoeg weet? Of kennen ze Louis Doedel? Nee. Ik ben namelijk ook docent. Mm-hmm. Ik geef les op het toerismegebied, dus je kan nagaan. Toerisme is eigenlijk meer ook een uitwisseling, hè? Waarbij je je land Suriname opdraagt, meestal aan buitenlanders, maar ook aan de Surinaamse jeugd.
Men heeft ooit gehoord, ja, over Louis Doedel. Vandaar dat ook wij zeggen onderwijs binnen onze stichting doen is heel belangrijk. Toch? De Surinamers moeten weten, voor generaties die nog komen, ze mogen het verhaal weten dat er werd gezegd dat hij gek werd. Maar het belangrijkste is waarvoor hij heeft gestreven en voor wat belang hij heeft binnen de Surinaamse geschiedenis. En dat is dat hij een strijder was, toch, voor de sociaal zwakkere en de werkende klasse. Oké. We zien ook dat Louis Doedel een vakbondsleider was. Hij was een trekker. Vindt u dat vanuit de vakbond in Suriname er erkenning wordt gegeven aan Louis Doedel? Ik mag niet jokken. De heer Sunder, de heer Victor Jones, die laatst is gesproken. De mannen als meneer Haakmaart, er was in 2003 een stichting toen, committee, ook de stichting Louis Doedel, waaronder de heer Haakmaart de voorzitter was. Meneer Henk Herrenberg was de bestuurder, maar mijn nicht Nina Juna nam ook al waar in deze stichting toen, of tenminste een commissie, waarbij die erkenning al van start was gegaan, maar ook met de boeken. En het jammerlijke ervan is dat de boeken zijn weggestopt. Mm. Ik ging helaas naar FACO en men heeft die boeken ook niet meer, dus ik zou graag willen dat die boeken weer tevoren komen, maar dat is ook het doel van de stichting Louis Doedel, het onderwijs weer te vertellen over de bekendheid van Louis Doedel, zijn levenspad. Waarvoor was hij er? Waarvoor kwam hij op? Hij was een van de eerste mannen werkelijk, zoals meneer Ben Scholtes beschreef in zijn boek, van het eerste uur. De grondbeginselen van de vakbeweging begint met mannen als Louis Doedel. De stichting heeft als doel een onderwijs, waarheidsvinding. Precies. En... maar als we blijven op het punt van onderwijs, hoe willen jullie het verschil gaan uitmaken dat bijvoorbeeld ook jongeren het verhaal van Louis Doedel gaan weten? Nou, we beginnen nu weer met het dossier. Daarom vanuit de familie en meer ik persoonlijk vraag ik de minister consequent. U heeft beloofd dat die commissie is van eminent belang dat het dossier veilig wordt gesteld, gedigitaliseerd wordt en waarbij we inzage hebben in het dossier. Er zijn heel veel vragen. Heel veel vragen waarmee je zit. Wat je uit bestudering van het dossier zou kunnen worden beantwoord. En daarbij is het een beetje het onderwijs. Weer de jeugd brengen naar de beginselen van bij deze een vakbeweging. Ja, maar... opkomen voor de sociaal zwakkeren. En het ministerie van Onderwijs zal ook hier moeten inkomen. Dus hoe plannen jullie dat allemaal voor elkaar te krijgen? Nou, we zijn een working progress. De stichting is pas opgericht. Ja. We zijn natuurlijk nu al bezig. Dat is het doel ook. Dus we zijn sowieso daarmee bezig. Dus nu is van belang het commissie. Toch? De druk is nu even de commissie vanuit Suriname. We hebben al boeken, we hebben een prachtig documentaire van Nina Jona, van mijn neef met de heer Frank Sichem. We hebben meneer Henk Herrenberg, we hebben de vakbeweging. Laten we het nu in kaart zetten. Laat er boeken komen. Laten we beginnen weer met de geschiedenis waarbij een van onze zonen, ooms, toch? Hij was toevallig geen vader, maar ik zou zeggen wel een vader van de Surinaamse natie, toch? Men zou moeten weten, het ministerie, ik hoop ook dat ze er aandacht aan besteden, vooral historici. De historici is belangrijk, toch? Dus er is ook vragen, dat is zo opvallend. Ik zit in het onderwijs, dus ik krijg van collega's heel veel vragen, studenten. Dus men is hier, maar je moet nagaan, men kan zich niet voorstellen. Dat geeft je echt nog steeds kippenvel en het geeft je zoveel emotionele... van hoe kan iemand 43 jaar zijn opgesloten die opkwam voor de Surinaamse burger. En u zegt, u krijgt heel veel vragen. Wat voor vragen krijgt u van studenten en uw collega's? Maar dat zei het, men wil meer weten over Louis Doedel. Men wil weten wat er precies zich heeft afgespeeld met het dossier. Kunnen we dat ook meer antwoord op geven? Men powert ons ook om het niet te laten, om te gaan voor die rechtvaardiging van Louis Doedel. En we persoonlijk, mijn mening, en met meer, en ook wat ik van mijn collega's kreeg en familie. De familie nu hoor, die erachter staat, is nog steeds nog een klein beetje trauma. Kan ze niet kwalijk nemen. Maar, en dat is wat juist weg moet. Die vrees daarvan moet eruit komen. Dus door middel van
een dossier wat heel belangrijk voor ons nu is. Omdat na lang zoeken meer bekendheid aan het leven van onze oom Louis Doede en meer onze Surinaamse held van het eerste uur binnen de vakbeweging in Suriname te geven. Dus onderwijs, meer onderzoekingen. Meneer Mac Doenbas heeft een geweldig boek recentelijk ook over hem geschreven. Daar zie je nog meer. Dus wat het leuke ervan is, iedere keer dat er onderzoekingen is, of men op onderzoekpad gaat, ontdek je veel meer over de persoon Louis Doede. Ja. En als familie maakt het je meer dan ooit trotser, toch? Maar het neemt nu weg dat we te weinig hebben gedaan. En dus wat ik aangespoord, hè, van nee, je moet het niet laten. Je moet ervoor gaan, jullie moeten het niet laten. Dus we worden breed gedragen door de familie, toch? Die echt wilt weten en natuurlijk die erkenning en het wil delen met de Surinaamse jeugd. In afwachting op een, het vrijgeven of het, ja, de inzage van het medisch dossier van Louis Doede, er is recentelijk een stichting opgericht. Wat zal de stichting in de tussentijd doen om de bewustwording van Louis Doede op gang te brengen? Nou, mijn nicht Nina Juna is heel actief. Als men toch geïnteresseerd is, verwijs ik iedereen naar de stichting Louis Doede, www.stichtingloeidoede.nl. We delen alles. Alles wat we krijgen, delen we via de stichting. Alle vragen die men zou hebben, kan men via de stichting. Het wordt door familie beantwoord. Toch? Het wordt ook door vrienden, kennissen, ook deskundigen beantwoord. Die ons die begeleiding geven. Dus zijn er vragen? We delen alles via de stichting. Ik kan vanuit mijzelf ook zeggen dat de enthousiasme groeit nog meer. Vandaar dit gesprek ook om bij deze weer de regering, bij deze aandacht te vragen hoe belangrijk het toch is dat deze held, een persoon, deze Surinaamse burger op een waardige manier toch wordt gedragen binnen de Surinaamse geschiedenis. Om de gemeenschap zoveel als mogelijk te worden te staan vanuit de stichting, hebben jullie misschien ook een Facebook-page? Ja, we hebben Instagram, de moderne dingen nu. Alles over Louis Doede kunnen jullie vragen. Jullie kunnen het zien op WW Stichting Louis Doede. Oké, en u heeft ook eerder in het gesprek gezegd dat jullie niet alleen willen vechten voor waarheidsvinding en de bekendheid van Louis Doede, maar dat jullie ook willen opkomen voor mensen die te maken hebben gehad met zo'n dergelijke situatie waarbij ze bijvoorbeeld om hun naam werden gepest. Mensen die vragen daarover hebben, kunnen ze gewoon een Facebookbericht voor jullie sturen? Hoe zullen jullie daarop ingaan? Nou, het leuke daarvan is om uit situaties te komen, is door te delen. De ervaring te delen en erover te praten. En door je ervaring te delen, stimuleer je elkaar. Je krijgt adviezen naar elkaar toe hoe je verder moet gaan. Dus van daaruit is een vorm van onderwijzen. Ervaringen delen, dat onderwijs. Oké. Als we teruggaan naar het medisch dossier. Jullie zijn in contact nu met de minister van Volksgezondheid. Maar als we even kijken naar PCS zelf, hebben jullie misschien daar ook een contacten waar, om de zaak te versnellen? Nou, de directeur van PCS heeft zijn deel voor wat hij beweert gedaan. Voor het veiligstellen vooral, maar dat het een heel belangrijk dossier is. Hè. Hij weet het ook sowieso, iedereen praat erover nu. Heeft hij het overgedragen aan de minister? Toch? Voor ons was dat oké. En de minister heeft op zijn beurt het initiatief genomen. Omdat we zitten ook namelijk met wie heeft nou recht op het dossier van Louis Doede. Dat is ook een vraag. Tot nu toe hebben we ons huiswerk gedaan. Het behoort de minister in deze, de regering, de staat Suriname toe. Helemaal goed voor ons wel weer, toch? Maar kunnen we inzage krijgen? Kunnen we hopen dat hij veilig echt, want daarmee zitten we, want nagaan, hij was zoek. Men is altijd op zoek geweest, want anders waren er geen boeken, anders waren er geen documentaire over Louis Doede. Toch? Met dit dossier geeft het een bijdrage naar de geschiedenis weer van Louis Doede. Maar toch vraagt men zich af, hoe kan het medisch dossier na al die jaren zo plotseling naar boven komen? Dus hebben jullie dat een... Helemaal, helemaal. En daarom geloof ik in toeval en in hoop, maar meer in vertrouwen. En zoals wij zijn opgevoed, doe goed, krijg je goed. He?
het was de tijdgeest. We hebben onze vragen, we gaan niet erop ingaan waar hij was. Ik ben er dankbaar voor dat hij er is. Zo ook de rest van de familie. We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat het er uiteindelijk is. We gaan niet meer gaan vragen waarom het niet er niet was. We zijn blij dat het er is. Dat is het allerbelangrijkste nu. En van daaruit willen we verder gaan. Oké. Wat zal de stichting nu doen? Van welk punt gaan jullie uit? Nou, nu. Nog steeds de aandacht vragen van de Surinaamse regering. Ten aanzien van de commissie. En als we de commissie dan hebben... Want het zo moeilijk lijkt om die commissie uiteindelijk te installeren. Is er misschien een tussenpersoon die kan onderhandelen met de regering, met de minister van Volksgezondheid? Hij heeft toegezegd. Ik mag niet jokken. De minister is tot nu toe wel open geweest. Ik denk, mijn mening misschien, vanwege bepaalde omstandigheden. We hebben in dit land op de wereld een beetje een COVID-situatie, gezondheidsredenen. Maar de minister moet nu ook begrijpen dat wij er mee zitten, dat het de commissie en van hieruit wil ik hem alsnog weer op het hart drukken. En de regering over hoe belangrijk het is, niet voor de familie alleen, voor de Surinaamse samenleving. Want wij worden ondersteund door de Surinaamse samenleving. En natuurlijk de familie overal. Dus we kijken uit naar... De erkenning weer vanuit Nederland is echt weer de vraag gesteld. Hoe zit het met het medisch dossier? Dus de minister is de enige die hierop antwoord kan geven. Ook publiek over hoe of wat. Maar we houden hem aan zijn woord. Hè? Commissie moet komen. En als jullie inzage hebben gehad, het dossier hebben kunnen inzien. Hoe verder? Wat gaan jullie doen? Precies wat de doelen van de stichting zeggen. We gaan onderwijzen, we gaan het toepassen, toelichten in het onderwijssysteem, kijken waar we onze bijdrage kunnen leveren. We gaan voor waarheidsvinding, daar kom je meer te weten, hoe of wat er allemaal zich voor heeft gedaan met ons oom. En het proces dan op het laatst voor die eerherstel. En ik ga zelf verder, de internationale eerherstel van Louis Doedel. Want 43 jaar opgesloten, onterecht. Met een achterliggende gedachte van alles eromheen kunnen we niet zo laten. En u zegt de internationale erkenning, hoe wilt u dat op gang brengen? Nou, als we al weten dat Louis Doedel op Curaçao ook vereerd is geworden. In Nederland, waar juist in de jaren 30, de koloniale tijd, waaronder wij vielen, van daaruit ook al vragen zijn. Toch? Ja. Moet ik geloof ik nog naar de VN gaan? Als we een bekende internationaal persoon kennen als Nelson Mandela, zet ik me ook boven Nelson Mandela, Louis Doedel. Toch? Dat is het vergelijkbaar maken. Toch? Ik leer internationaal gek, hè? Mm-hmm. Je leert internationaal over een heer, Nelson Mandela, 26 jaar opgesloten. Dan hebben we hier in Suriname, een Surinamer, die onterecht 43 jaar, dat doet iedere keer pijn, hè? Iedere keer pijn, 43 jaar. En dat pijnlijk is dat je daardoor mee moest gaan. De familie getraumatiseerd is. Nu moest ik deel zijn daarvan als familie. Dus dat is die internationale erkenning. Willen jullie ook een antwoorden vanuit Nederland? Want Louis Doedel is opgesloten in een periode waar Suriname kolonie was van Nederland. Dus in de koloniale periode. Wat is de rol van Nederland daarin geweest? Dus... Kijk. We zeggen ook, er zijn ook kamervragen geweest. Mm-hmm. In Nederland zijn ze ook bezig. Dus we krijgen, het is al, dus dat is wat ik zeg. Beetjes bij beetjes komen we wel waar we moeten zijn. Vandaar de stichting, vandaar wij doorgaan. Dus we komen wel, we gaan met kleine stappen. En ik ben zeer trots op mijn nicht Nina Jona, die dit levend houden, waarbij ik haar ondersteun door... Vanuit Suriname, met de familie hier, om dit proces door te gaan. Tot waar we komen. En toch het allerlaatste is toch die algehele en ook internationale eerherstel van Louis Doedel, ja. Oké. Heeft u misschien een boodschap, niet alleen aan de regering, maar ook aan de samenleving als het gaat op hun perspectief over Louis Doedel? Nou, mijn boodschap naar de Surinaamse samenleving zou zijn... Vooral de afgelopen periode zien we heel veel op gang komen. Deze mannen, waaronder mijn oom Louis Doedel, te volgen. Zijn geschiedenis, zijn levenspad, waarvoor hij er was.
Volg ons via onze stichting Louis Doodle, www.louisdoodle.nl. Alles delen we daar. Er wordt mij vaak gevraagd, hoe zit men het nu? Beginselen, normen en waarden die van belang zijn. Als familie hoop ik dat de minister zich aan zijn woord houdt. Niet alleen voor mijn persoon als familie en overal grote familie, maar ook de Surinaamse samenleving. Dat jullie meer te weten komen over de helden die wij in Suriname hebben gehad. En dat we daaruit kunnen leren om zich verder te ontwikkelen tot hoe groot wij als Suriname kunnen zijn. Zo, kijkers, u heeft het verhaal van mevrouw Journey Doodle gehoord. Zoals ik eerder zei, ze is een achternichtje van Louis Doodle. De stichting komt op voor een aantal zaken en ik zou zeggen, blijf de stichting volgen. Want alleen op deze manier kunnen we weten wat de ontwikkelingen zijn. En of de regering de commissie wel instelt of niet. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. We zijn er volgende week weer met een interessante onderwerp over In Gesprek Met.